Snackrecept chocola in een mok. Dit heb je nodig om 8 chocomokken te maken, een handje rozijntjes, ongeveer 250 gram zwarte chocola, een lepel stevia, 3 eitjes, 50 gram roomboter, 50 gram bloem en een klein beetje poedersuiker. En ik gebruik deze grootte aan mokken en hier kun je er dus 8 van maken. Smelt de chocola in een pannetje au bain-marie. Doe hier de roomboter bij toe en zorg ervoor dat het goed smelt door iedere keer even goed te roeren. Daarna zet je het heel even in de koelkast zodat het goed kan afkoelen. En nu gaan we de 3 eieren met de stevia goed samen roeren en mengen. En roer ook de bloem er doorheen. En wat ik ook nog vergeten te zeggen was dat ik ook nog speculaaskruiden hierbij gebruik. Dus een klein scheutje speculaaskruiden er ook doorheen. En roer dit weer goed door elkaar heen. Dan voeg je ook de handjes rozijntjes toe en weer goed door elkaar roeren. Vervolgens pak je de chocola uit de koelkast en meng je ook aan dit mengsel toe. En weer lekker roeren. Als het mengsel vervolgens goed geroerd is, is het ook wat dikker en kun je het in de mokken scheppen. Vul alle mokken tot de chocolade op is. Zet dit vervolgens in de oven op 220 graden voor zeker wel 30 minuutjes. Kijk goed of het ei ook goed gestold is voordat je het uit de oven haalt. Als je het uit de oven hebt gehaald, kun je er nog een beetje poedersuiker overheen strooien. En tada, je chocolade in een mok is klaar. Wil je nog meer recepten en wil je weten hoe ik mijn 20 kilo ben verloren in 4 maanden na mijn eerste zwangerschap? Vraag dan mijn gratis e-book aan, plus de 3 geheime tipvideo's. Ga even naar slankenfitebook.nl of klik op de link onder deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag weer in een volgende video.